Een rups wordt geboren uit een eitje. Als de rups uit zijn eitje kruipt, wil hij maar één ding, en dat is eten. De rups groeit en groeit. Doordat de rups groeit, wordt zijn huid te klein. Hij krijgt een nieuwe en ruimere huid. De oude huid vervuilt. Bij de laatste vervelling verandert de rups in een pop. Dit noemen we verpoppen. Het lijkt alsof de pop dood is, maar dit is niet het Binnen in de pop vindt de metamorfose naar vlinder plaats. Dit kan enkele weken tot enkele maanden duren, tot de pop openbarst en een vlinder naar buiten komt. De meeste vlinders leven soms maar enkele dagen of maximum 2 tot 3 weken. Het belangrijkste doel van de vlinder is zich voortplanten. Dit doen ze door een partner te zoeken en terug eitjes te leggen.